Jeroen, sta jij dan ook op je 38ste een beetje bekend als de vader van de groep? Misschien wel de opa van de groep? Met alle respect overigens. Nou, gelukkig. Fijn dat je dat erbij zegt. Goed. Ik denk dat je kunt er niet onderuit als je 20 jaar hoofdklasse speelt. Dat je voor het een beetje de nestor, zo niet van de 10 mensen of van de hele hoofdklasse misschien wel. Maar ja, dat is ook een voordeel. Hè? Je neemt een hoop ervaring mee, een hoop bagage mee, waaruit je kunt putten. Waardoor je het zelfs op je 38ste nog vol kunt houden. Voor jou persoonlijk, ben jij eigenlijk de laatste der Mohikanen, de laatste overblijver van die gouden Nederlandse hockeygeneratie? Ik zat in de auto even na te denken en ik kon er eigenlijk niet zo gek veel meer opnoemen van die tijd van, laten we zeggen, eind jaren 90, begin 2000. Nou, dat is nog één hele belangrijke, dat is Teun de Nooijer. Dus die heeft me zo'n beetje alle records afgepakt. En wellicht komen die nog tegen ook nu komend weekend bij de EAL. Maar ja, Teun en ik zijn zo'n beetje de laatste die de jaren 90, Olympische Spelen Atlanta, Sydney 2000, het WK in 98 natuurlijk nog meegemaakt hebben. En ja, de rest die heeft gekozen voor een andere maatschappelijke carrière. En ja, wij hebben ons hart toch nog meer aan het hockey verpand. En zodoende dat wij nog steeds op dat veld rondlopen. Hoe hou je het vol in godsnaam? Al die jaren, je hebt je debuut gemaakt 17 jaar geleden of zo, denk ik, voor Oranje. Dus je speelt al veel langer, maar hoe hou je het vol? Wat is voor jou de drijfveer? Eigenlijk de belangrijkste drijfveer is het plezier. Elke training, daar ga ik nog steeds met plezier naartoe. Ik vind het niet erg om te trainen. Ik denk dat dat het grootste verschil is met menig andere sporter, waarbij op een gegeven moment de trainingsuren de belemmering worden om nog door te gaan. Ja, ik doe het nog steeds met net zoveel plezier als toen ik 5 jaar oud was, zeg maar. En dat is voor mij de belangrijkste drijfveer. En daarnaast, ja, je komt nieuwe jongens tegen, jonge gastjes die jou proberen het leven zuur te maken. En ik heb daar toch een soort van gezonde ambitie in. Om ook toch nog beter te willen zijn dan die jonge gasten. Nou, fysiek ga ik dat niet meer redden. Maar hockey technisch tactisch kom ik nog wel een eindje. Volgens mij een heel eindje, ja. Jouw rol is natuurlijk door de jaren heen veranderd. Hoe zou jij jouw rol, laten we zeggen, in dit stadium van je carrière beschrijven? Toch wel een controlerend iemand die een verlengstuk van de coach in het veld over het tactisch concept wat we willen spelen, dat te bewaken, een stukje rust te bewaren. Op het moment dat het team zijn kop kwijtraakt, dat je eigenlijk toch met je ervaring probeert de boel bij elkaar te houden. En ja, ik moet het niet echt meer hebben van de diepgang van de aanvallende acties, maar toch veel meer van het controlerende werk. Er staat ook wel heel veel jong talent hier op het veld, hè? Ja, we hebben een enorm mooie groep. In zoverre is het wel jammer dat dit mijn laatste jaar is. Maar er staat een groep met potentie voor denk ik nog 4-5 jaar mee te doen in de top. We hebben denk ik 7-8 spelers rond de 23 jaar en jonger. En dat geeft wel aan wat voor mogelijkheden er met dit team zijn richting de toekomst. En hoe belangrijk jouw rol daarin is dan, lijkt me? Ja, nou ja, goed, met alleen jeugdigheid, met jeugdig elan kom je er niet. Dus je zult toch een soort mengeling hebben meestal van oud en jong in een groep om het team een beetje balans te geven. En daar ben ik misschien wel de exponent van een combinatie jong en oud. En is het jong en misschien wel te oud. Maar zo voelt het in ieder geval op dit moment nog niet. Ik zou zelfs bijna zeggen dat een aantal jongens hier bijna jong genoeg is om jouw zoon te zijn. Nou ja, er rijden elke week een paar jongens uit Bokstel mee en dat scheelt een jaar of 20. Dus als ik er vroeg bij was geweest, dan had het zo kunnen zijn. Maar als je topsporter bent, dan ben je weinig thuis, hè? Dus kan er niet zoveel gebeuren. Dus ik hou het nog wel even heel zo. Als ik nou eens aan de jongens zou vragen van beschrijf die Jeroen Dalmé eens in een woord of 5, wat komt er dan uit, denk je? Gedreven, ambitieus, willen winnen, rustig en een goed gevoel voor humor, denk ik. Dat hebben we gemerkt, ja. Is dat goed gevoel voor humor nou eens even projecteren op komend weekend? Zwaar programma, EHL, 8e finale, eventueel kwartfinale erachteraan. Eerst is die Spanjaarden. Wat mogen we verwachten? Ja, ik denk dat het gewoon allemaal close games zijn. Zeker de kant van het schema waar wij in zitten, waar veel topploegen bij elkaar zitten. Het is een topploeg uit Spanje met een aantal internationals erin en een paar van de buitencategorie. Eentje daarvan is Pol Amat. Een spits van wereldklasse, durf ik wel te zeggen, met ongekende snelheid. Het zal niet makkelijk worden, maar de topwedstrijden worden beslist op details. Het is echt niet zo dat oranje-zwart heel goed is en die Spanjaarden niks kunnen. Het zijn twee hele goede ploegen en die wedstrijden worden beslist van je rendement op de corner, je percentage van de kansen die je benut. En het zal niet zo zijn dat je veel meer kansen krijgt dan dat zij zullen krijgen, verwacht ik. Ik verwacht echt een spannend potje. Over Spanjaarden gesproken, ik zie daar iemand in een Barcelona-shirt het veld oplopen. Moet je eens even bestraffen toespreken, lijkt me, of niet?
Nou goed, we hebben twee Spanjaarden, maar de ellende is dat ongeveer half Nederland in Barcelona shirts loopt. Dus de jongen die je ziet, dat is een Nederlander. Maar we hebben inderdaad twee Spanjaarden zitten. Eentje waarvan die notabene volgend jaar vertrekt naar David Allegre. Die vertrekt naar Polo, dus hem hebben we al even tot de orde geroepen. Maar ja, dat zijn extra dingen dat geeft een wedstrijd extra cachet voor zo'n jongen ook om zich te manifesteren voor OZ. Die jongen die weet dat hij weggaat, maar die wil zich nog van zijn beste kant laten zien. En hopelijk kan hij dat ook laten zien, want het is een speler die van ongekende waarde is voor dit team ook, David Allegre. En die zullen we gewoon keihard nodig hebben aanstaande zaterdag. Is oranje-zwart goed genoeg, denk je, om dit weekend te overleven? Want als jullie met die Spanjaarden afrekenen, dan kom je tegen Bloemendaal of Hamburg. Nou, dat is ook geen kattenpis. Gaat dat lukken, denk je? Ja, ik denk het wel. Natuurlijk moet je altijd positief zijn, maar ik denk dat we de kwaliteit in het team hebben. Ik denk dat we niet voor niks ook meedraaien in de top in Nederland. En soms her en der moeten dingen nog iets gefine-tuned worden, zal ik maar zeggen. En als we dat dit weekend al voor elkaar krijgen, dan denk ik dat wij goede kansen maken om dit weekend door te komen. Ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in. Je zat het toch straks even op Pollemat, hè? Een superspits. Is dat misschien wat jullie nog net missen bij Oranje-Zwart? Een doelpuntenmachine? Kijk naar de mensen die bij ons de goals maken. Het is allemaal 5, 6, 7 goals. Maar we missen eigenlijk iemand die op dit moment ook gewoon even 15 veldgoals binnentimmert in een seizoen. Dat ontbreekt er nu aan. Vorig jaar deed Lucas Judge dat. Nou, die maakt nu iets minder makkelijk zijn goaltjes. Krijgt wel zijn kantjes. Dus als hij dat weer om weet te draaien richting de eindfase van de competitie, dan zou het meegenomen zijn. Want ik denk dat het wel is waar het op dit moment aan scoort. Waarom we net niet van Bloemendaal winnen. Waarom je af en toe gelijk speelt terwijl we wel de beste kansen krijgen om die wedstrijden te winnen. Dan zou komend weekend natuurlijk wel een prachtig moment zijn om die vorm terug te pakken voor meneer Judge, denk ik. Ja goed, het geldt niet alleen voor hem, maar ja, vorm is iets ongrijpbaars en het zijn vaak bijzondere dingen wat ineens het beste in iemand naar boven haalt. En dat kan bijvoorbeeld de entourage zijn bij een EAL, wat in ieder geval in mijn ogen een toptoernooi is waarvoor je niet vaak de kans krijgt om te winnen. Dat soort dingen, de ambiance net is waardoor iemand het beste in zichzelf naar boven kan halen. En daar gok ik op. Dat geldt voor mij, maar dat geldt voor alle spelers. Kijk, iedereen wil die bal maken, alleen soms lukt het even niet. En dan zijn het vaak de ongrijpbare dingen die het ineens wel doen lukken. Je hebt het even over winnen, over mooie toernoois. Nou, jouw carrière heeft jarenlang geduurd. Je bent nu in de herfst van je carrière, mogen we zeggen. Olympische Spelen 2 maal gewonnen. Je hebt WK's gewonnen. Je hebt Champions Trophies gewonnen. Noem het dan maar op. Landstitels, bladibladibla. 400 interlands plus. En dan die EAL, die wil je dan toch ook weer gewoon winnen. Is dat dan ook typisch Jeroen Delmee? Ja, eigenlijk wel. Ja, punt 1, ik wil alles winnen. Dus het maakt niet uit wat het is. Al is het een toernooitje om niks, dan wil ik het nog winnen. Nee, maar ja, je bent natuurlijk al die jaren aan het hockeyen en je hebt alles gewonnen. Totdat ze ineens weer een nieuw toernooi in het leven roepen. Dan denk ik, ja, als ik nu de kans krijg om het te winnen, dan zou het mooi zijn om dat ook te kunnen bijschrijven. Ja, nu heb ik die kans, nu sta ik daar met een team waarvan ik denk dat we het kunnen winnen. Ja, waarom het dan niet doen? Hè? Volgend jaar krijg je misschien die kans niet meer. Ze hebben mij altijd geleerd, als ze de kansen er zijn, dan moet je ze pakken. Als we nou eens even kijken, de band vooruit zouden spoelen naar 12 juni, die finale van de EAL. Dan zijn de play-offs in de Nederlandse competitie ook achter de rug. Waar zou je dan tevreden mee zijn? Ik denk dat je achteraf altijd de realiteit in het oog moet houden. Maar laten we vooralsnog aanhouden dat ik tevreden ben met twee titels. En dat is een landstitel en dat is een titel in de EAL. Daar kan ik nu eigenlijk niet meer over zeggen. Maar ik stel voor dat we op 13 juni weer afspreken en dan zien we wel hoe de vlag ervoor hangt. Dan krijg je een pint van. Als ik twee titels heb, krijg ik er wel meer van je, denk ik.